En waarom koos u eigenlijk voor schilderen en niet voor iets anders, bijvoorbeeld gewoon tekenen of een andere discipline? Wat trok u aan in dat schilderen? Ja, maar omdat ik tekende graag, maar toen waren er regentaten nog niet, hè, in die tijd. En dan zijn die opgekomen, die regentaten, voor plaatsen opvoeding, hè, voor, wat was dat nog? Plaatsen opvoeding, toch nog iets. En dan kwam ik in normaal school, ik zei, ik ga dat volgen, die lessen. Ah, dat was tijdens de vakantie, 2 jaar. En dan werd je regentes. En toen zei dat nonneke tegen mij, jongen, je hebt toch een diploma, waarom zou je dat nog volgen? In plaats van mij aan te moedigen, brak ze mij af. Ja, en dan ben ik naar Maclo geweest. En in welk jaar was dat? Bij Maclo, oh, dat was. In wat jaar zou dat geweest zijn? Dat kan ik zo. En bij Maclo, die ging met mij schetsen naar de natuur. En hoe kwam u eigenlijk bij hem terecht? Omdat ik in Genk, die woonden in Genk, hè. En ik dacht, ik heb toch goesting om zo'ns te schilderen. Hè? En dat deed ik in die tijd was het op een donderdagnamiddag. En dan kreeg ik zoveel, ik moest toch veel betalen, dat ik, als ik mij herinnerde. De prijs weet ik niet meer. En dan kreeg ik 2 uren les. En dan zei hij, word je niet moe? Ik zeg, nee, laat me nog maar wat zitten, hè. Ik wil nog schetsen, hè. Maar hoe, want daar wil ik nog even vragen, hoe had u hem leren kennen? Ah, met een Genk, hè. Daar woonde Van Doren en Maclo, 2 schilders. Zo heb ik, en ik zag die dikwijls, dat die maakte veel aquarellen. Met zijn schilderschrift die aquarellen ging doen. En heeft u hem dan gewoon aangesproken, of hoe? Ja. En wat vroeg u dan? Ja, of ik les kon volgen, ja. Maar heb je echt goesting? Ja, ik zeg echt. Ja, want ik heb hier een leerling gehad, die was van Bilze. Die had geen goesting en die vroeg, maar is de les nog niet om? En mij moest hij aan de deur zetten.